Je rijdt DS en op een gegeven moment krijg je van je vriendin of vrienden, krijg je voor je verjaardag, krijg je wel eens miniatuurautootjes. En dat, nou, ieder jaar kwamen er 1 of 2 bij. En die gaan dan netjes in een vitrinekastje. En dat gaat heel langzaam, totdat mijn broer, en die kwam op een weekend bij me, en die zei van, ga eens een keertje mee naar de verzamelaarsbeurs. En ik ben met hem meegegaan naar de verzamelaarsbeurs. En ja, toen is het helemaal misgegaan. Vanaf dat weekend was het gewoon raak. En is het verzamelvirus is in mijn bloed gekomen, kan ik wel zeggen. Het had voor hetzelfde geld misschien ook wel vingerhoedjes of postzegels of kevers of iets anders kunnen zijn. Want je moet gewoon een verzamelaar. Ik kan ook niks weggooien, weet je wel. Begin ik ergens mee met een nummer 1 en heb ik een nummer 2, dan moet ook meteen de hele serie compleet worden. Meet Michiel Sablarola, photographer, Citroën DS lover of the first degree, and avid DS miniature collector. He crosses borders with this exceptional hobby. When he heard of the Flying Taxicab, also a DS, from the blockbuster movie Back to the Future with Michael J. Fox, he wanted to add it to his collection too. Ik heb het niet zelf gezien in eerste instantie, maar ik werd erop geattendeerd door mensen van, joh, in deel 2 komt een DS voor. En ja, heel veel mensen weten dat niet, DS, hoezo? In het begin is altijd over die DeLorean natuurlijk. Niemand weet dat er een DS voorkomt in deel 2. Die film speelt zich af in 2015, tenminste deel 2. En ja, om een auto die gebouwd is in 1955 te gebruiken als futuristische taxi in het jaar 2015, dat is natuurlijk wel heel bijzonder. En bovendien hadden ze die auto zo toegetakeld dat, ja, ik vond het gewoon een waanzinnig. Van begin af aan dat ik die auto zag in de film, vond ik het gewoon een waanzinnig mooi model. In begin jaren 90 ben ik naar de Universal Studios geweest. En ik ben volgens mij ook geattendeerd door mensen die waren er al geweest, hadden daar een foto van gemaakt. Die hadden hem zien staan en toen ben ik zelf gaan kijken om hem te gaan zoeken of ik hem kon vinden daar nog. Dat is uiteindelijk niet gelukt. Ik heb hem daar niet meer gezien. Maar ik ben hem altijd wel een beetje blijven volgen, die film. It came very much as a surprise when Michiel saw the Flying Taxicab being offered for sale on an auction website. Together with his brother, he decided to make an offer for this very special car, which has fascinated him for years. Success, they appeared to be the only bidders, and the car was theirs. Ik had echt verwacht dat het ja, dat hij in Amerika zou blijven, dat in het land van de film, dat wel iemand daar zou bieden, dat hij daar zou blijven. En wat raar is ook, van ik had geboden en een van de eerste mailtjes die ik na afloop, die ik daarna kreeg, was van een Amerikaan notabene. Die mailde mij van, wat ga je met die auto doen? Ga je misschien weer ombouwen tot een normale DS, want dan ben ik wel geïnteresseerd in de Back to the Future onderdelen. Nou, echt zo'n stupide e-mail heb ik natuurlijk nog nooit gehad, van alsof ik een DS in Amerika ga kopen die helemaal omgebouwd is tot Back to the Future en die dan weer omgebouwd tot de normale DS. Dus ik heb hem teruggemaild van, ja sorry, maar hij blijft toch echt bestaan zoals hij nu is en we gaan hem renoveren. The car hadn't moved for years, and this hadn't done it much good, so the restoration of the car took more work than expected. The Flying Taxicab was designed in the mid-80s by John Bell and Michael Sheffé, both visual effects art designers for Hollywood blockbuster movies. Michael Sheffé travelled especially to Holland to see the result of the renovation in a television studio in Utrecht. After 20 years, he is once again eye-to-eye with the car he co-designed. En we komen bij die auto. Hij ziet die auto voor het eerst na 20 jaar. En ik sta zo te kijken. En ja, ik merkte echt dat hij onder indruk was van dat die auto gewoon na 20 jaar nog in zo'n goede staat was. En dat hij hem weer terugzag. Dat was heel leuk. Ja. It just looks so great. It just, you know, you don't know what to expect. So long afterwards. That's almost half a lifetime for me, you know. And it's... It really has survived and been restored much nicer than I ever thought. It's not like most movie props, they're just abandoned. They're left by the side of the road, basically. It's fantastic. Ja, om te beginnen is het gewoon een ontzettend sympathieke man natuurlijk. Daar begint het al mee.
En ook een ontzettende autofreak. Hij weet echt alles van auto's af. Niet alleen de Citroën, DS, maar... De eerste keer dat ik hem ontmoette, dat was op Schiphol, toen we hem afgingen halen. En hij maakte tekeningen van een Renault Dauphine. En het stond echt, nou, haarscherp op. Whether he makes sketches on a napkin or for a major film, Michael Sheffey's sketches are still intriguing and impressive. The taxi of the future, shaped in a classic DS model, has not lost its shine after 20 years, although it was a bit of a bumpy ride. Well, we didn't change much of the roof, only we repainted it because it was totally cracked. Right. Yeah. You can still see it. Yeah. The speckle, that was John's idea. It's a great idea because you expect it to be very shiny, you know. Yeah. And but that gave us a lot of problems by repainting it because there were holes and we had to get the same speckles again. Right. They're made out of a foamed plastic they called Sintra, which was not expensive, but it's not something you would expect would last 20 years, so it's great to see. Een van de belangrijkste dingen van het interieur is natuurlijk de bekleding, de banken. Het is een stoffen bekleding, zwart-wit geblokt. En die was echt wel behoorlijk vergaan. En toen ben ik via bij een meisje terechtgekomen die dat met de hand helemaal heeft nagemaakt. Dus de hele bekleding van de achterbank, voorstoelen, zijplenen is opnieuw gedaan, maar in een exact dezelfde beeld als de originele stoelen. Also on the Porsche 928, when it came out in the late 70s, there was a kind of a checkerboard front, pattern on the front seats, yeah? Front seats, you have the same... In de cockpit, want je moet eigenlijk van een cockpit spreken bij zo'n auto, zaten een aantal metertjes en die waren leeg. En ik had op de film nauwkeurig echt beeld voor beeld bekeken wat op zat. En op een van die meters zie je in de film het bedrag $172.50. Dat is het eindbedrag dat de oude Biff moet betalen als je uit de taxi stapt. Staan. En dat heb ik dus zoveel mogelijk gekopieerd. Dus dat bedrag heb ik weer teruggekopieerd. Yeah. And I looked at the movie and he said it's $174.50. Right. And I copied it. And I took also a piece of, I think it's also California. Yeah, I think so. And made it a little bit graphic to fill the holes. En daar staat een groen, ja, het is een soort van voorloper van een GPS-systeem, want we praten over 1985 en volgens mij hadden ze in die tijd nog niet echt GPS-systeem in auto's, maar in die auto dus wel. I didn't know what it was, but it was an empty hole and I thought it looks like a GPS system something. So I took a picture of LA and made it a little bit graphic in the same style and I put it in. Restoration finished. Mission accomplished. Well, not exactly. A miniature DS collection is not complete without a miniature flying taxicab. Dat is een combinatie van verzamelaar zijn, DS-verzamelaar zijn, miniatuurverzamelaar zijn en natuurlijk het eigen auto in bezit hebben. En toen ik deze auto kocht, toen had ik al wel één heel klein modelletje, een schaalmodelletje van deze auto bestaat. Een gedrocht uit China. Dat is echt zo'n groot ding. Lijkt ook nergens naar. Dat bestond, had ik ook al. Er is in Amerika nog iemand die heeft ooit een blok gips, ook een soort van zelfbouwpakketje gemaakt. Maar dat lijkt ook nergens naar. Maar echt een mooi 1x43 model, dat bestaat eigenlijk niet. En dat wil ik natuurlijk eigenlijk wel hebben als eigenaar en tevens als DS-verzamelaar, miniatuurverzamelaar. McKeel contacted Noref, a company which he has had a close relationship with since the 1980s. This French company, located in Lyon, has been manufacturing miniature cars since 1948. Originally only French models and later non-French cars as well. The complexity of the car meant that McKeel had to wait a long time for his taxicab to come to fruition. Achteraf heeft het nog 5 jaar geduurd, want in het begin zeiden ze van ja, daar beginnen we niet aan, want het is zo'n moeilijk model en er zitten zoveel toeters en bellen aan, letterlijk en figuurlijk, van dat is niet te doen. En veel zeuren uiteindelijk, en wat ook meespeelde is dat ze op een gegeven moment in contact kwamen met een resinefabriek in China. Toen zeiden ze van nou ja,
eigenlijk van dat gezeur af zijn en laten we het maar gaan doen. La difficulté, c'est que c'est un modèle qui est très très spécial et on peut pas le faire à partir des moules existants, à partir des modèles, des moules qu'on avait déjà dans notre gamme. Donc c'est un modèle unique. Donc ce qu'on a fait, on a décidé de le faire en résine, en fabrication en résine. Norev ne fabrique plus de résine depuis 10 ans. C'est le premier modèle vraiment qu'on refait en résine parce qu'on voulait faire un modèle vraiment unique et très spécial. The design is so detailed that every centimeter, every millimeter had to be recorded on camera. Met een vriend samen heb ik die auto gefotografeerd met een meetlint. En echt ieder detail en maten doorgegeven. Wat is 400 foto's waren uiteindelijk. Nou, dat gaat dan naar China en dan beginnen ze te kleien. En dan krijg je dus foto's opgestuurd vanuit China wat ze aan het maken zijn. Nou, een eerste foto was dus echt gewoon een bonk klei ook, wat min of meer op mijn DS leek. En dan, nou, dat was proefmodel 1. En dan ga je verder en dan iedere keer schaaf je erbij. En dan worden de foto's opgestuurd uit China en dan zeg je, dit klopt niet, dat klopt niet. En dan krijg je twee maanden later weer opnieuw foto's. En nou, dat is een eindeloos proces. Many versions followed. Details were checked time and time again. On the long road to developing the prototype, nothing would be overlooked. The flying taxi cab, which looks as though it is made out of white chocolate. Ce modèle-là, c'est le premier engineering sample, c'est-à-dire que c'est le modèle 1.43, donc à la taille réelle, qui représente toutes les pièces et toutes les formes du véhicule avant décoration. Sophie is een engineer bij Norref, die mij begeleidt bij het Back to the Future project. Zij heeft contact met China en zij de verbeteringen die ik geef aan Sophie, die geeft zij door aan China. En vertaalt dat in tekeningen, aantekeningen of foto's. C'est très important de représenter tous les détails du véhicule sur la version miniature, puisque ça doit être la réplique exacte à l'échelle 1.43 du véritable modèle. Donc tous les détails y sont, de l'aération jusqu'aux antennes de toit, au volant, les pédales, tout y est en fait. And the model is developed further. Many models follow, and the necessary changes are made. But one feature was certain. The inside of the car is just as spectacular as the outside. Ik moet er iets extra's mee doen. En dat kwam vooral omdat het interieur van de echte auto zo bijzonder is. Van de buitenkant is mooi, maar het interieur van de auto is eigenlijk nog mooier dan, bijzonderder dan de buitenkant. On a apporté une fonction particulière qu'on n'a jamais réalisée. C'est-à-dire qu'on a la voiture, on peut enlever le toit et voir tout l'intérieur qui est très spécial comme dans le film. Et donc on voit tous les détails de l'intérieur de la voiture. L'intérieur est vraiment très très décoré en fait, c'est très très joli, très bien représenté et elle a la réplique exacte du modèle réel. Et donc du coup, si on avait eu le toit qui était fixe, pas à travers les vitres, on aurait beaucoup moins vu et on aurait beaucoup moins apprécié en fait le résultat. 20 years after seeing a flying Citroën DS in Back to the Future, Mikhail Sablerola is now in possession of a big and a small flying taxi cab. Le process a été très long, compliqué, on a eu à refaire des choses, mais je crois que ce qui est important et ce qui va rester, c'est le résultat. Et je suis content du résultat. Si on a à le refaire, on essaiera de le refaire dans un temps un peu plus court, mais avec le même résultat. Le résultat est parfait. C'est gewoon een heel bijzondere auto geworden natuurlijk. Met alle toeters en bellen eraan en vormgeving, doosje en DVD. Echt wel iets unieks.
Here in San Francisco, John Bell, the other visual effects art director and co-designer of the Flying Taxicab, is at work at ILM for another blockbuster movie. For him, this is the first time he has seen the miniature version of his beloved taxicab. Holy cow. Man, oh man, I can't believe all the detail they got on those side pieces there. It's a great size, too. Great job. Man, oh man. That is fantastic. Wow. Nice work. Very nice work. I'm impressed.